Younis, je zit hier eigenlijk een beetje een soort van de kat uit de boom te kijken. En je denkt bij jezelf van, nou, wanneer gaat er even mij wat vragen? Ik heb een aantal dingen gevraagd, maar waar is het bij jou al begonnen? Ik, bij mijn broer een beetje. Mijn broer heeft altijd gekickbokst. Ik zat eerst op voetbal. Op mijn 10e tot mijn 15e heb ik gevoetbald. Maar in die tussentijd ook wel gekickbokst. Maar ja, 1 keer naar de gym gaan, 2 keer per week. Gewoon lekker meedoen. En op mijn 15e was het wel echt dat ik een keuze heb moeten maken. Mm-hmm. En toen is die keuze voor mij is gevallen op het kickboksen. Ja, maar waarom maak je die keuze? Ik vraag, waarom ik een beetje doorvraag, is van... Wat heeft je op dat moment getriggerd? He, want kijk, ik doe het soms ook wel eens. Ik moet soms bij grote bedrijven moet ik spreken. Ja. En dan vertel ik ze altijd van de eerste keer dat ik... Bij een kickbox sparring sessie keek. Ja, ik heb zelf ook gevoetbald. Nou, bij voetballen gaat het, ze geven je een klein zetje. Ga je eens 3 keer rollen. Dan schreeuw je, alsof je been geamputeerd wordt. Dan komt er iemand van een zijlijn langs gerend met het heilige water. Dan spuit die heilige water op je. En dan sta je weer. Ja. Maar ik was dat gewend. Maar nu zat ik naar een sparringssessie te kijken. Die mannen slaan elkaar gewoon en trappen elkaar gewoon. En ze piepen niet. Zonder heilig water. En daar werd ik verliefd op. Ik wilde dat ook. Ik wilde dat ook kunnen. Van dat ik geslagen werd zonder dat je mijn gezicht liet zien. Weet je? En daarom werd ik verliefd op de sport. En toen ben ik het gaan doen. Ja. Maar daarom vraag ik door aan jou. Van, wat heeft jou dat moment getriggerd dat je dacht van... Ik ga het voetballen laten en ik ga kickboksen. Ja. Dat was een wedstrijdmoment, man. Mijn eerste wedstrijd. Ik heb voorheen altijd voetbalwedstrijden gedaan en zo. En dan kom je op met je team. En toen had ik mijn eerste kickbokswedstrijd. En toen moest ik opkomen, snap je? En dan zie je dat je er echt alleen voor staat. En dan die adrenaline en dat gevoel. En dat is... Ik zeg je, dat is een soort drugs, man. Mm. Als je dat gevoel eenmaal hebt en dat pakt je op een positieve manier. Want dat kan je ook, het kan je in een bad trip zetten. Ja. Als je een blackout krijgt. Ja. Maar bij mij werkt het echt. Echt top, man. Werkt zo goed. Voel me zo lekker. Want je traint keihard. Want ben je bij de jeugd begonnen? Ja. Jeugd begonnen, nieuwelingen, C. Nieuwelingen heb ik overgeslagen, want je was zo goed in... Het ging lekker, ja. Meteen C-klasse? Meteen C-klasse, ja. En toen? 4-5 C-partijen. B, 4 B-partijen. En toen de A ingaan, man. Ik was 17 jaar. En dan kom je in de A-klasse. Ja. Je vecht tegen goede jongens, maar je blijft winnen. Ja. En op een gegeven moment, ik denk een paar maanden terug, zat ik naar een toernooi te kijken waar jij ook in zat. Klopt. Vond ik een heel mooi toernooi, moet ik eerlijk zeggen. Volgens mij had jij je voet gebroken en toch ging je nog door, of je teen. Ik had mijn middenvoetsbeentje had ik gebroken in de eerste wedstrijd tegen mijn Vermoor. Ja. En daarna heb ik Yusuf Al-Hadji... pakslag geven. Uh-huh. Shabari eruit geslagen, dus. Lekker, hè? Ja, het is een goede dag. Ja, ik zat daar met Mourinho langs de kant en ja, weet je waarom we ook een beetje voor jou waren? Je hebt tegen een van onze jongens toegevochten, Demiño Hansen. Klopt, ja. WFL, voor de titel toen was het toernooi en toen kwam ik hem tegen in de finale, ja. Ja, klopt. We hadden allebei in de eerste ronde, hadden we allebei onze tegenstander eruit geslagen. Ja. Volgens mij ik Yesir Alatmoui en hij Barragán. Ja, een Spaanse gozer. Ja, Barragán. Ja. Toen kwamen we elkaar tegen in de finale, ja. Demiño was zo lang. En toen kon ik niet bij hem in de hoek staan, want die dacht van zichzelf vechten. Ja, je moest ook vechten, ja, tegen ja, mij. Klopt. Dus daarom had je gewonnen. Nee. Nee, wakker geintje. Nee, je hebt daar gewoon heel goed gevochten. En ik was ook blij dat je dat toernooi, niet waar je tegen Demiño vocht, daar was ik niet blij om, maar dat je bij de laatste toernooi gewonnen had. Ja. Want je had ontzettend goed gevochten en je zette je er overheen, over de pijn heen. Wat heeft jou er doorheen getrokken? Ja, woede, man. Ach, heel veel woede. Waarom heb je zoveel woede in je body? Ik ben een vechter die... Ik voel mezelf... Ik voel mezelf een beetje ondergewaardeerd. Mm-hmm. Ik weet wat ik kan. Ik weet wat ik in huis heb. Maar ik heb het nooit echt kunnen laten zien. Dat gevoel heb ik over mezelf. En op zulke momenten denk je van... Ja, ik breek mijn voet. Maar ik kan er zo weer staan. Ik kan zo weer laten zien wat ik in huis heb. Dus ga het gewoon doen, man. Maar met dat gevoel stap je ook de ring in? Met die woede? Met die woede stap ik de ring in, ja. Oké. Okay. Ja. Maar heb je die woede nodig om te kunnen winnen? Nee. Maar het is toch wel die externe woede.
toch wel die extra. Nou, hoe kijken jouw ouders daar tegenaan? Dat jij. Mijn moeder haat het. Ja. Mijn moeder haat het, die wil er niks van weten. Die kijkt er niet naar. Nu ook als er wedstrijden gewonnen zijn en die staan op YouTube. Was, nee, die wil er niks mee te maken. Ook na de wedstrijd, nadat ze weten dat je gewonnen hebt. Ja, die wil. En je vader? Die is wel, dat is mijn support. Die support me, die vindt het wel oké. Okay. Die support jou er ook. Ja, die is er ook. Bij jullie ouders? Bij mij, en mijn vader houdt van kickboksen. Dat is zijn droom en ik leef zijn droom. En hij support mij sinds mijn hele leven eigenlijk al. Met sporten en alles. Ja. En mama? Mama vindt het prima. Ja, ik vind het prima. Ik zeg het tegen mijn moeder, hey, mama, ik wil niet verder met school gaan, ik wil kickboksen worden. En ze zei, als jij erin gelooft, moet je het doen. Mijn moeder is daarin wel makkelijk. Dus ze zei, als jij erin gelooft, moet je het doen. Dat zei ik ook, okay, eens goed. En toen. En jij hebt allebei steunen ze, man. Ja. Vind jij echt mooi juist. Ze kijken ook alle wedstrijden. Ze vindt het echt mooi. Oh. Ja. Mooi om te horen. Hoe ziet jouw toekomst eruit? Want kijk, je zit nu bij Infusion. Je doet het ontzettend goed. Ik zit niet meer bij Infusion. Je zit niet meer bij Infusion? Is dat een primeur? Is dat het eerste keer dat je naar buiten brengt? Ja, misschien wel. Misschien wel. En waar zit je nu wel dan? Ik ben op dit moment een ZZP'er, ja. Ik ben freelancer. Nou, ja, mooi. Een beetje knokken. Nee, ik ben mijn management met Infusion is ontbonden, is verbroken. Ik zit sinds kort zit ik bij Michael Polane nu. En er zit heel veel moois aan te komen. Je zegt er zit heel veel moois aan te komen. Betekent dat wij jou niet meer in Nederland gaan zien? Of betekent dat we juist wel bij Glory gaan zien? En waarom zeg ik Glory? Ze investeren niet al te veel meer in die 70 kilo klasse. Maar ze gaan wel een soort rivals doen met andere organisaties. Ja. Net als Rise hebben ze dat vroeger ook gedaan. Zit daar zoiets in? Of zeg jij van, je gaat richting ONE FC? Ik sta open voor alles. Ik sta open je bent nergens nog getekend. We zijn nergens nog getekend. Dus we hebben nu 7 juni even een partijtje staan. Dat is een K1 event in Roemenië. Mm-hmm. Samen tegen een leuke jongen, Amancio Parasief. Ja, ik kom kijken naar hem. Ja. Ik had begrepen van Michael. Ja. Dus ik had beter goed verder. Nee, komt goed. Dus we gaan een beetje snoepen. We gaan overal een beetje snoepen. En dan uiteindelijk kijken we als er wat moois is. Als er een mooi contract voor ons geschoven wordt. Dan, hoe vind jij dat nou? Dat, ja, je bent nu weg. Want dat vind ik eigenlijk best wel. Dat ik denk, moet je dat in deze periode nu wel doen? Het ontbinden met Infusion. Want in mijn ogen was er nog zoveel te winnen daar. Maar goed, dat terzijde. Want ik weet niet wat er precies gebeurde. Dat hoef ik ook niet te weten. Alleen, je bent nu free agent. Er moet er wel wat goeds gaan gebeuren. Want als het minder is dan Infusion, dat zou zonde zijn van alle talent. Klopt, ja, klopt. Nee, maar dat is iets waar mijn management en ik zeker over zijn. Dat het alleen maar. Het was een goede keuze. Alleen maar bergopwaarts gaat. Mm-hmm. Zeker weten. Het was een goede keuze. Maar. Oké, dat zullen we over 10 jaar kijken terug op dit moment. dan zullen we het weten. Nee, maar binnen Infusion ook. Ik was een beetje uitgekeken binnen Infusion, man. Er werden partijen, werden me aangegeven. Het altijd last minute, altijd afgezegd. Nieuw tegenstander zoeken. Gaat de partij weer niet door. Ik heb de jongens in die rankings die. Helemaal uitgewoond. Heb ik allemaal een pak rammel. Maar echt ook een pak slaag geven. Ik ben nooit echt in de problemen gekomen bij Infusion. Dus voor mij was het ook wel een beetje klaar daar. Mm. Hoe kijk jij tegen mij, moeder? Ja, ik vind er is altijd keuze voor de vechter, maar er zijn nu bijvoorbeeld de galen waar hij straks gaat vechten in oktober. Er blijft er wel zeg maar meer ruimte van oké, ik ga kiezen waar ik ga vechten. Dan word je echt een soort van, ja, dan sta je niet echt onder één organisatie om echt een naam te maken. Dan moet je het op eigen voetje, zoals hij zegt, als een ZZP'er, je bedrijf gaan vergroten. Mm-hmm. En daarom, ik vind het nog steeds zonde, misschien een oproep richting Glory, om die 70 toch even een andere vorm te geven. Ik kan jullie daarbij helpen. Mm-hmm. Nee, maar het is echt zonde, omdat je Nederland staat bekend gewoon om die 70 kilo. En daar, de bodem van Glory is in Nederland. En ik zou daar echt juist in gaan investeren in plaats van het weg te doen. Mm-hmm. Juist die lichtgewicht, oké, dat begrijp ik. Maar 70 kilo is echt je bodem waar je echt op moet investeren als je ook die doorgroei wil hebben. En vooral in die fase waar Glory nu zit, denk ik voor zulke jongens,
om, die nu overal gaan zoeken van... hey, waar kan ik vechten, waar kan ik een partij zien? Juist die basis te bieden bij Glory en daarin mee te laten groeien. Dus ik vind het een gewaagde, maar op zich denk ik dat het goed komt met zijn vechtstijl. Maar betekent nu dat je ook geen partij meer aanneemt bij Infusion? Of nee, nee. Is die relatie zo... stel je voor, er komt een hele mooie partij... Infusion, daar dacht je... 12 oktober, tijd van ons kan is ook Infusion. Partij. Okay, ja, dat is je laatste pot. Nou, goed dat je erover begint. Nee, geen laatste pot. Dus Infusion kan me altijd benaderen voor een leuke pot. Oh, oké. Dus niet dat nu begrijp ik het. Alleen de management. Hij is niet meer je manager, maar je kan nog altijd juist, vechten voor Infusion. Ah, ik ben een mooie aanbieding. Komt. Ik dacht dat je had gezegd van, hey, Infusion aan de kant. Ik wil wat anders hebben. Nee, zeker niet. Nou, je begint er net zelf al over. Je hebt 12 oktober is de wedstrijd aangekondigd dat je tegen Typhoon vecht. Ja. Hoe kijk jij tegen die wedstrijd aan? Gedreven, gemotiveerd. En waarom? Ja, Typhoon is geen kleine jongen, het is geen kleine naam. Heeft heel wat toppers verslagen. Mm-hmm. Heeft dat altijd met Fusion top gedaan. Mm-hmm. Won alles. En dat is wel iemand die dan heel graag, je weet toch, op jouw lijstje wil afvinken. Dan. Ja. Wat vind jij ervan, Typhoon? Hoe kijk jij tegen Joris aan? Ja, ik vond het een. Ik werd benaderd door de man van Ring Fight Promotions. En ze kwamen met zijn naam, weet je. Ik weet niet, ik kreeg wel meteen van: ja, man, dit kan wel weer een mooie classic worden. Ja, jullie hebben genoeg veer in elkaar kont gestoken. Maar wat vind je van zijn mindere kanten? Wat zijn zijn mindere kanten? Wat zijn mindere kanten? Ja, zo, vraag je me wat, man. Is dat zoveel? Ik vind... Nee. Het is niet zoveel, maar ik vind Typhoon echt een... ik vind hem een compacte vechter. Ik vind hem een... hij heeft een hele goede, mooie dekking. Ik vind hem wel, weet je wat het is? Ik denk dat Typhoon mij niet echt pijn gaat kunnen doen, man. Nee. 12 oktober. En ik ben een vechter die, als ik merk dat jij mij geen pijn kan doen... Dan ga ik er overheen walsen. Ja, dan wil ik je echt... En ik weet, wat ik wel weet, is dat ik heb 12 oktober wel echt pijn. Je hoort het. Je kan hem geen pijn doen, hoor ik. Oké, ja, dus dat zullen we zien. Het enige wat ik bij Ismaili soms in zijn wedstrijd heb gezien... dat hij soms wel eens opgeeft. En ik vind, als je één keer hebt opgegeven... dan zit die... die opgeef persoonlijkheid zit er dan in. Ja. Snap je? En ik heb het een paar keer gezien bij hem. Dus we zullen het zien 12 oktober... Ik vecht een achtmanstoernooi met gebroken voet, man. Dus ze praten over opgeven. Ik weet niet welke opgeven hij heeft gezien. Ik denk die van Daryl Verdonk, dat ik een klaplong heb opgelopen in de vierde ronde. Klaplong en doorvechten, dat is... weet ik niet, man. Ik denk niet dat... Maar opgeven, ik ben de laatste die opgeven, man. Ik hou niet van opgeven. Dan geeft hij wel iets goeds aan, want hij heeft niet opgegeven bij een toernooi. Met een gebroken voet. Ja, kijk, hij vocht een hele goede partij tegen Daryl. Ik zeg eerlijk, hij liet Daryl alle hoeken gezien. Ja. Maar ineens stopte hij ermee. Bij de vierde ronde. Oh, vraag dan waarom hij... Dacht ik, ja, maar hij zei, als hij zegt dat hij een klaplong heeft... Dan begrijp je het wel. Je begrijp het nog steeds niet. Maar hij is gewoon wel verder. Ja. Nee, dat was hij hier niet. Hij denkt, je hebt toch nog een andere rol. Je hebt nog een andere rol. Je kan verder gaan, maar je kan nog niet. Het was ook maar anderhalf die partij, dat bedoel ik nou. Ik vecht 3 rondes lang. Ik geef die man 3 rondes lang een pak slaag. Ik sta elke ronde 10-9 voor. Als ik die derde, vierde, vijfde ronde gewoon rondjes aan het rennen was, had ik die partij nog gewonnen. Dus hoezo zou ik dan, snap je? Volgens mij was vierde ronde. Vierde ronde. Maar kijk, sinds jij een opgever vindt... Nee, dat heb ik niet gezegd. Ik heb niet gezegd. Hij vraagt aan mij, wat zijn zijn mindere kanten? Ja. Ik zeg dat ik hem soms wel eens heb zien opgeven. Ik heb bij Hendoef ook wel... weet je, ik volg hem ook natuurlijk al heel lang. Ja. Bij Willef heb ik ook wat dingen gezien. Kijk, ik ben altijd een 5-rondes-vechter geweest. En die tempo gaat heel hoog zijn. Kijk, of je gaat pijn doen of niet. Maar die tempo gaat heel hoog zijn. Jij denkt dat hij jouw tempo niet... Ik denk dat die pace te hoog wordt van hem. Kijk, hij is een jongen die het supergoed doet. Echt waar, hij is echt goed. Nogmaals, ik vond die partij echt mooi. Alleen ik denk dat die tempo nog iets te hoog gaat zijn voor hem. Hoor je dat, Julius? Ja, toch. Zijn tempo is gewoon te hoog. En wat ik mooi vind van deze partij, jullie hebben allebei hetzelfde lengte ongeveer. Jullie zijn allebei een soort van hetzelfde stijl. Jullie houden van boksen en combineren met trappen. Mm-hmm. Vooral vooruit vechten. Moet me denken aan Mojica Amrani. Ja, ja, ja.
Gewoon ook galerij. Een beetje die kant op. Alleen maar voor mij is het, als ik Typhoon raak, dan is het afgelopen. Dat is echt zo. Als ik Typhoon raak, 12 oktober, dan ga ik ervoor zorgen dat die... Maar wat heb je liever? Een hele mooie partij, gewoon alle rondes, gewoon echt een spektakel en dan een winnaar? Nou, ik denk dat hij dat liever heeft, maar ik slaap liever eruit. Ja? Hij praat over tempo, hoog, dit, dat. Ik hoop... Ik klappen. Ik hoop dat we de vijfde ronde niet halen, man, of de vierde. Ik hoop dat hij de eerste, tweede ronde meteen eruit geslagen wordt. En dan ben ik klaar. Is het daarom dat je dan van die stijl van Hoeven houdt? Nee. Luister. Jij hebt ook niet gezegd. Nee, ik hou niet van die stijl, maar alleen... Ja, je moet wel. Je hebt twee nodig. Als hij afwachtend gaat zijn, waarom zou ik die risico dan nemen? Ik heb alles te verliezen. Als ik van hem win, gaan mensen zeggen, ja, wist ze wel. Als hij van mij wint, heeft hij naam. Dus waarom zou ik die risico... Dat is ook iets, wil ik even wat zeggen. Dat heb ik heel vaak gehoord. Hè. Dat soort van... Als ik van hem win, heb ik naam. Maar de ervaring, hij heeft misschien tegen wat... Maar ik heb zat ervaring. Ik heb mijn 17e ben ik A-klasser. Ik heb China. Ik heb hoeveel man? 15, 16 A-partijen in China gevochten. WLF. Ik heb K1 meegedaan. Dus de ervaring zit ook aan deze kant. Dat wil ik even. De ervaring zit goed. Alleen de naam niet. Het gaat niet om de naam. Ik was ook destijds toen ik tegen Sao vocht, was ik ook ervaren. Ik was al A-klas vanaf mijn 18e, maar niemand kende mij. Om die exposure te krijgen, moest ik tegen Sauer vechten. Mm. Of tegen een Kamal. Mm. Daardoor kreeg ik pas die naam. En dit is voor hem zo'n kans om die naam te maken. Maar niet via mijn rug. Mm. Mm. Oh, man. Nou, we gaan het zien, mannen. 12. Ik heb er sowieso zin in. Ik ben de Ring Fight Promotions ook dankbaar dat ik ben benaderd voor deze partij. Dit is ook een partij, er is geen uitdaging van de andere van elkaars kant gekomen. We zijn gewoon benaderd. En Fusion heeft gewoon, Ring Fight Promotions heeft gewoon weer een dikke pot nodig. En daar zijn wij voor benaderd. Ik ben akkoord gegaan, hij is akkoord gegaan. 12 oktober gaan we. Is het voor een titel trouwens? Of? Ja, is wel voor een titel. Is niet voor kant, hè? Ik kijk er zeker naar uit en die dag zal ik zeker aanwezig zijn om te kijken wie er gaat winnen. Vanuit Warrior Code kom ik zeker even langs. En kijk, je weet hoe ik ben, hè? Als je een toppartij hebt gevochten, maakt niet uit wie gewonnen heeft, dan geef ik het ook toe. Als een van jullie echt een rotpartij neer gaat zetten, dan zeg ik het ook. Is fair, toch? Ja, zeker. Dus ik wil wel spektakel zien daar zo. Jullie ook, toch? Ja, zeker man. Ja, en ik denk de mensen daar thuis, die willen natuurlijk ook spektakel zien. En daarom ga ik jullie allemaal bedanken dat jullie geweest zijn. Chico, zet hem op tegen Semelin. Wordt weer een knalpartij. Moerad, jij hoeveel sterkte natuurlijk. En blijf Nordin steunen. Dus ongetwijfeld ga je dat willen doen. En heren... Typhoon en Younes, het wordt knallen 12 oktober, bereid je goed voor, maar je hebt nog een wedstrijd op 7 juni. Ja, klopt. Nou, daar ben ik zelf ook bij, om te zien, je bent er ook, ga je ook kijken? Nee, ik ga wel naar video's kijken. Okay. Hij vecht trouwens tegen een oude tegenstander van mij, tegen Amancio. Ik heb daar natuurlijk ook tegen hem. Wat heb jij gedaan tegen? Ja, makkelijk gewonnen. Hij legt deze dingen erin. Dat was in die week dat ik tegen Amancio moest, was ik nog getrouwd ook nog, hè. Ik was getrouwd. Ah, alles was wel je ogenbos. Was een kopstoot. Oei. Heb je ogenbos? Ja. Was een kopstoot. Oké. Je hebt wel gekeken in de wedstrijd. Hij kijkt nou een wedstrijd, hè? Jongens, jullie zijn allebei echte toppers. En ik weet zeker dat ik van die wedstrijd ga genieten, want ik ga erbij zijn. Ik zit ringside en ik ga er zeker van genieten. Zeker jullie genieten. Ook thuis, je kan er natuurlijk naartoe. Ring Fight Promotion is het. Yes, Ring Fight Promotion. Said en Aziz samen. Top promoters. Ga er naartoe. Er zijn vast nog kaartjes, want het is nog een aantal maanden. Lekker vroeg bij. Maar de wedstrijd staat. En ik ben er blij om. Mensen, blijf ons natuurlijk steunen. Warrior Code, blijf ons steunen. Want we blijven de steun nog steeds nodig hebben. Want we hopen dat we nog meer mooie mensen hier aan tafel kunnen krijgen. Zodat we dit platform dat nog meer kunnen laten groeien. Laat ook je comments achter. Zeker over deze twee jongens. En ook over Chico Kwasi. En als je Nordin wil steunen, blijf hem natuurlijk steunen. Want we blijven voor iedereen natuurlijk helpen waar nodig. Yes? Mensen, tot ziens en tot de volgende keer. Bekijk nu de volledige aflevering van Warrior Talk.
op warriorcode.com. Oes!